Dit is het werk 4PM uit 2011 en het is een zeefdruk in 12 kleuren, ook weer door het atelier van Roger van Dalen gemaakt. 4PM is een typisch voorbeeld van hoe een grafisch werk er helemaal anders kan uitzien dan het originele schilderij waarop het gebaseerd is. In dit geval is er gewerkt met 12 kleuren, transparante inkten over elkaar en is er een heel ander accent gelegd door andere kleuren naar voren te halen. Tuymans gebruikt nooit zwart in zijn schilderij, dus ook niet in zijn zeefdruk. En om die donkere kleur hier in dit schilderij te krijgen, is er gewerkt met heel veel tinten, donkere kleuren over elkaar om tot een diep donker vlak te komen. 4PM heeft als onderwerp eigenlijk de opname van een raam in een hotelkamer in Malmö, waar Tuymans in 2009 was voor het opstellen van de tentoonstelling Against the Day. De opname gebeurde om 4 uur in de namiddag, waardoor in Malmö was het toen al donker en de lichten van de auto's zie je door de gordijnen van de hotelkamer doorschijnen. 4PM is in zekere zin ook een experiment, omdat er de eerste keer gewerkt werd met oliehoudende inkten. En die oliehoudende inkten die blijven op het papier liggen. Dus dat dringt niet in het papier en je krijgt artefacten in de lage inkt bij het opdrogen.